Het orgasme is het hoogtepunt van de seksuele ervaring bij mannen. Wanneer een man opgewonden raakt, stroomt er bloed naar bekkenbodem in de zwellichamen van de penis. Hierdoor komt de penis in erectie. Hoe intenser de opwinding, hoe stijver de penis zal zijn. Als de opwinding voortduurt, zwelt ook de eikel op. Spierspanning, hartslag en bloeddruk stijgen en ook de ademhaling wordt zwaarder. Op een gegeven moment zwellen de zaadballen. Het scrotum verstrakt en er komt vocht vrij. Dit vocht is voorvocht en bevat levende spermacellen. Voorvocht verhoogt ook de opwinding en dient als glijmiddel. Als het orgasme nadert, worden lichaamsbewegingen zoals stoten sneller. De bloeddruk, hartslag en ademhaling bereiken hun piek. Ook de inname van zuurstof stijgt. Wanneer een orgasme bereikt wordt, ontstaan er spasmen in de spieren van handen en voeten. Daarna ontstaat er een plotselinge krachtige loslating van seksuele spanning. Tijdens de climax trekken de spieren aan de basis van de penis ritmisch samen. Dit resulteert in ejaculatie van het sperma. Verder kan er een uitslag of roodheid over het hele lichaam verschijnen. Na het orgasme ontspant het lichaam. Er heerst dan een gevoel van ontspanning, verhoogde intimiteit en vaak ook vermoeidheid. De penis gaat weer terug naar zijn normale grootte en kleur, tezamen met alle andere lichaamsdelen die opgezwollen waren. Voordat ze een nieuw orgasme kunnen krijgen, hebben mannen een herstelperiode om te rusten nodig. De lengte en duur van deze herstelperiode of refractaire periode is voor iedere man verschillend.